al welkom geheten. Ik wil alleen nog een aanvulling doen. Ik wil ook Akkers welkom heten. Ja. Fijn dat je er bent. Het is wel fijn dat Huisler niet alleen voorstaat, maar dat hij zijn rechterhand bij zich heeft. En ook Jan en Tine, van harte welkom in deze geweldige, fijne ontmoeting met elkaar. En zoals we zeggen, we hebben een ontmoeting met elkaar, maar bovenal willen we vanmorgen een ontmoeting hebben met de levende God door Jezus Christus. Dus als je hier gekomen bent om elkaar te ontmoeten, dan kunnen we successief gewoon bij de thuis allemaal een kopje koffie aanbieden. Maar we zijn hier om de koning der koningen te ontmoeten. Nee, om van hem iets te verwachten. En dat iets, dat is heel persoonlijk. Wat dan verwacht jij? We leven in de adventtijd. En de adventstijd is uitzien naar de komst van de Heer Jezus als babytje. Maar eigenlijk ook uitzien naar onze verlossing. Nee, want als de Heer Jezus niet geboren zou zijn, dan waren we nog steeds zondig. Kunt u misschien herinneren, een tijd geleden, dat ik die overdenking mocht doen, had ik het over het zelfbeeld. Wat is jouw zelfbeeld? Ben je een mislukkeling? Ben je een zondaar? Ben je eengene die, nou ja goed, die nooit iets tot stand kon brengen? Maar in Christus zijn we vrijgekochten. Zijn we geaccepteerden. Zijn we geschikt geacht. En alleen in en door Jezus Christus. Mag ik u verzoeken om uit eerder van God de dienst te bidden op de dag. Heer God, we zijn hier bij elkaar. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus. We zijn bij elkaar, Heer, om een ontmoeting met u te hebben. En om u, Vader, te ervaren als de levende God. Maar ook de liefhebbende Vader. De verlosser, de zaligmaker. Die kwam, die is en die nog komen zal. Heer, we zijn u dankbaar voor elkaar zoals we hier zijn. Dat we allemaal met een open hart zijn gekomen. En mogen vragen dat Heer God vul ons hart vanmorgen. Met uw geest, met uw woord, met aanbiddingen en lofprijs naar u toe. Dank u wel, Heer, dat we ons verbonden mogen weten met de dominees, met de pastoren, Heer, met de sprekers van welke gemeente ook die u dient. En dank u wel dat u door uw geest waait. En ik wil u bidden, Heer, om een bijzondere invulling van uw geest in deze dienst. Heer, dank u wel dat we met een open hart mogen komen en mogen zien dat wij hier gevuld, ja, niet naar huis mogen gaan, maar ons leven verder met u willen doorbrengen. Heer, we willen niet alleen een zegen verwachten voor de komende week, maar we willen bidden dat wij steeds dienstbaar mogen zijn in uw dienst en voor elkaar. En we zijn u dankbaar dat we mogen bidden voor uw volk Israël. Dat zij de knieën voor u zullen buigen en u zullen erkennen als Messias. We willen ook voor hen, heren, die niet bij elkaar kunnen komen. Heer, die, ja, heren, waarvan het leven en dood van afhangt als zij maar een bijbeltje in huis hebben. Heiland, willen bidden dat zij getuigenis mogen zijn voor hun vervolgers. Dat we vervolgens mogen zien dat er maar één God is. En dat hun leven ook in de, ja, in de handen van die ene God gelegd mogen worden. Vader, willen we bidden voor onze regering. Dat ze ook wijsheid mogen hebben. En heren, dat er geen angst meer zal zijn voor welke pandemie ook. Maar dat ze zullen staan op het woord van God. Dat u overwinnaar bent. Heren, we hebben in de afgelopen eeuwen hebben zoveel ziekte en zoveel ellende overleefd. Niet dankzij de wetenschap, maar dankzij de besturing door uw hand. En dat geloven we ook voor de tijd waarin wij leven. Heer, dat u ingrijpt, Vader, maar bovenal dat u in ieders hart de rust van Jezus weer teruggeeft. Dank u wel dat we ook in alle rust en vrede bij elkaar mogen zijn. En ons hart mogen openen voor de werking van de Heilige Geest. Wij zijn u dankbaar. In Jezus naam. Amen. 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 Vinden jullie de naam van Jezus ook zo'n heerlijke naam, zo'n geweldige naam? De mensenzoon, de zoon van God, de lam op de troon. Dat is ook het volgende liedje gaan zingen.
Ik was van de week aan de beurt voor een staaloperatie. En dat kon gelukkig maandag. Ik denk, dan ben ik voor zondag weer mooi klaar. Maar dat liep een beetje anders. Hij moet over. Want woensdag was het, op dinsdag was het helemaal ontstoken. En het was, zat er vol zand. Nou komt dat vaker voor, maar het was erg pijnlijk. Dus ik heb gebeld met het ziekenhuis. Ik zei, hoe zit dit? Nou, geen zorgen maken, wie is maar. Was het, dat komt wel weer goed. Het zit er wel dik in, maar de volgende dag zat het vol erger. Maar goed, we hadden goede drukjes en nou, ik ben er alweer. Nou dus helemaal goed. Een beetje wat extra licht, dan kan ik het lezen. Dus het gaat helemaal goed. We gaan een mooi stukje lezen. Het is de derde Adventszondag. En we houden het mooi bij Advent. En we lezen Matthäus 1 en Lucas 1. Straks nog een stukje, maar dat gaan we wel in. Lucas 1, dat is het bezoek van de engel van God aan een dromende Jozef. En we lezen versen 18 tot en met 21. De geboorte van Jezus Christus, Matthäus is heel kort beschrijvend, geen lang verhaal. De geboorte van Jezus Christus gebeurde als volgt. Terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, bleek zij, voordat zij gingen samenwonen, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Daar nu Jozef, haar man, rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, was hij van zins in stilte van haar te scheiden. Toen die overweging bij hem opkwam, zie, een engel des Heeren verscheen hem in de droom en zei, Jozef, zoon van David, schroom niet Maria uw vrouw tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de Heilige Geest. Zij zal een zoon baren en gij zult hem de naam Jezus geven, want hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden. Nou, een mooiere boodschap kon Gabriel, want ik denk dat het Gabriel is, niet geven. Maar een even mooie boodschap kreeg Maria, de vrouw van Jozef, Lucas 1. De versen 30 tot 33. Lucas 1, vers 30 tot 33. Gabriel die komt via de achterdeur bij Maria binnen. Want laten we eerlijk zijn, vrienden komen altijd achterom. Toch? Nooit voorom. Officiële, die gaan aan de bel drukken, maar vrienden komen zonder kloppen binnen. Op een beetje wat een Friese deur, nou niet bij ons, maar daar staat er altijd op, vreunen binnen hier een wonder. Vers 30. En de engel, dat was Gabriel, zei tot haar, tot Maria, wees niet bevreesd, Maria, want jij hebt genade gevonden bij God. En zie, je zult zwanger worden en de zoon baren. En je zult hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En de Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal als koning over het huis van David heersen tot in eeuwigheid. En aan zijn koningschap zal geen einde wezen. Tot zover het lezen uit Matthäus en Lucas. Straks nog een stukje, maar dat ziet u vanzelf. Ik zoek dat dan wel vast even op, maar dat blijft even een verrassing. Goed. Ik heb boven mijn preek staan een naam, vraagteken. Waarvoor eigenlijk? Waar is dat eigenlijk voor, een naam? We hebben vast allemaal wel eens gehoord van de uitdrukking, dat mag geen naam hebben. Dan hebben we het niet over mensen. Want mensen hebben allemaal een naam.
waar heb je het over zaken, of over de voorval? En ik had even iets over de operatie. Nou, achteraf zeg je, dat mag geen naam hebben. Dan voelt u wel, het is minder belangrijk. Je hoeft daar niet zo dramatisch over te doen, want dat mag verder geen naam hebben. Dat is niet voor mensen, en toch weet ik van een mens dat hij geen naam heeft. Die noemde zich zo. Dat was een vrouw, zangeres zonder naam. Maar wat meer, die zei vaak. Ja, nou, dat is eventjes een grapje tussendoor. Maar waarom geven wij eigenlijk naam? Waarom hebben wij iets met de naam? Als ik de heer Verschoor noem, dan zeg ik Piet. Dan steekt die man de vinger op, voelt hij zich aangesproken en de communicatie gaat lopen. Dat is in een naam verborgen. Stel je voor, een klein kind, 3 jaar, onttrekt zich aan de aandacht van moeder, loopt uit de keuken weg, door de gang, komt op straat. Het is mooi weer. Dat kind doet de ontdekking van haar leven. Meisje. En ze staat op de stoep. Ze kijkt naar rechts en naar links. En het is voor haar ogen als is er geen einde aan de ontdekking. En ze loopt rechtsaf. Ze gaat keurig het pad op. En weldra ziet ze, kan ze de bocht ook nog op. Ze doet allemaal ontdekkingen. De ene na de andere. Maar ze gaat ook ontdekken dat ze de weg terug niet vindt. Maar gelukkig kwam jij. En je zag dat het kind een probleem had. Je kreeg bij het kind neer en je zegt, joh, ben je verdwaald? Zegt niks. Een paar grote ogen staan je aan en je vraagt naar haar naam. Hoe heet je? Schouders omhoog. Waar kom je weg? Schouders omhoog. Hoe heet je vader en moeder? Schouders omhoog. Ze weet het nog niet. Ze kent nog niet de geheimen van de naam. Ze is gewoon die zij is, zoals jij ze ziet. Dan komt iemand langs die haar wel kent. Je vraagt haar, ken jij dit kind? Ja, dat is die en die. Die woont daar en daar. Daar wonen haar vader en moeder. Het is eerstgeboren kind. Je neemt het op de schouder en brengt het bij de moeder. Allemaal blij. Dat is een kind. En dan denk je, wat mooi, dat wij toch, nu wij ouder zijn geworden, weten van onze naam en hoe de buren heten en hoe ze overal in de wereld maar heten. Dan weten we altijd precies wie we bedoelen als we iets willen zeggen of uitleggen. Een naam. Ik had, op mijn werk had ik altijd te maken met de NAW-gegevens van onze klanten. Naam, adres, woonplaats. Dat is vandaag in de dag niet meer zo. En dat snappen we ook. Want er kunnen mensen rondlopen die hebben dezelfde naam. Vandaag doen we met nummers en barcodes. Dat is nooit dubbel. Veel veiliger, zeker voor degene kennelijk die ze geeft. Denk maar eventjes aan de kentekens van auto's. Die zijn ook niet dubbel. Het is ook allemaal enkel. Nee, registratie van mensen gaat via nummers en barcodes en laten we eerlijk zijn, de mens der zonde, die niet antichrist heet, maar antichrist is, die gebruikt nummers en barcodes. Die registreert uw uniciteit, uw eenigheid met een nummer en met een codering, zodat hij zich nooit vergist als het om jou gaat. Walter had al gezegd, we zitten in Adventstijd. En elke keer, het is al een jaar of 15 dat ik het woord mag bedienen. En ik in deze tijd moet spreken, zeg ik altijd, maar ik schrijf Advent met hoofdletters. Daar verbonden is een Frans woordje venir en dat is komen. Zo dus het Latijn, daar staat een voorzettertje voor ad. Dat betekent komen tot, naderen. Wij komen tot de wederkomst van Jezus Christus. Dat is in die advent leven wij. En daar zit verwachting aan, toch? Onze de Heer Jezus straks zijn levende lijken willen ontmoeten, want dat mogen we zeggen, want hij is mens en hij blijft dat voor eeuwig.
dan zullen we daaraan verwachting koppelen. En leven wij in die verwachting. Maar ja, zover is het nog niet. Stil, als u straks de zaal uitgaat, kan het einde van ons leven daar zijn. Dat weten wij niet. Verwacht u dan de Heer Jezus te ontmoeten of niet? Nu, die verwachting moeten wij leven. En dat is mooi dat je je daarop voorbereidt. In alles wat je doet, in alles wat je zegt, is niet altijd makkelijk, maar wel een opdracht. Ik heb het misschien wel eens verteld, er was een boer aan het einde van zijn leven, zegt tegen zijn vrouw, zijn vrouw, ik ga de hele handel verkopen. De boerderij verkopen, alle stallen, alle dieren. Ah, hij beurt daar enkele miljoenen voor. Nou zegt zijn vrouw, wat wil je daarmee? Nou, hij zei, we moeten eerst een klein huisje bouwen, waar wij ons leven kunnen beëindigen. En daarna wil ik het hele saldo wil ik, omzetten in goud. Nou, wat wil je met goud doen? Nou, als ik straks bij Petrus komt, is een Rooms-Katholiek verhaaltje. Maar die verhaaltjes zijn altijd mooi. Dat zijn altijd echt mooie verhaaltjes. Als ik straks bij Petrus kom, dan wil ik toch mijn werken kunnen laten zien. Oh, zegt de vrouw. En zij ziet in de loop van de weken 5 zakken met goud in de gang staan. Grote baren goud zitten in die zak. Niet te tillen. Afijn, de dag nadert dat hij sterven gaat. Hij neemt zijn zakken goud mee en hij komt bij Petrus aan. Ik had je verwacht, zegt Petrus. Mooi dat je er bent. En je hebt al flink wat meegenomen, zie je. Ik ben benieuwd. Open die eerste zakken. Wat zit daarin? Zegt onze boer, daar zit goud in. Goud, zegt Peter. Goud? Wat moeten wij hier met goud, jongen? We hebben hier wel goud, dat hebben we hier allemaal wel. Dit hoeven wij niet. Wat zit er in de tweede? Daar zit ook goud in. Ja, maar lieve jongen, heb jij dan niet iets anders? Ken jij dat liedje dan niet meer? Al wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Met goud kunnen we hier niks. Goed, het verhaaltje heeft verder geen eind. Want het is bedoeld voor ons. Het is een trigger voor ons om niet bezig te zijn met de rijkdommen van deze wereld. En bovendien, laten we eerlijk zijn. God zegt, mij behoort het goud en mij behoort het zilver. Dus wij hoeven dat niet op te sparen. Een naam. Een naam. Wij dragen Jezus naam. Want wij zijn christenen. Wij komen hier vandaag om het woord van God met elkaar te delen. En als het kan, over de naam van Jezus, onze verbondenheid, weer uitdrukking te geven. Want, ook al is er in deze wereld, alleen maar belangstelling voor nummers en barcodes voor registraties, maar de naam doet er wel degelijk toe. Uw naam doet er degelijk toe. Daar gaan we het over hebben. Want waar we eerlijk zijn, wij gaan met onze naam echt niet voor een economische waarde van de mens. Maar wij gaan voor gemeenschapswaarde. Wij gaan voor relatie. En daar is juist de naam voor. Ik was ooit eens een keer op het tekstbureau van Ginneken, op een website, dat is jaren geleden, waarom eigenlijk een naam geven voor ons zo belangrijk is. En dat is niet alleen hier in Nederland zo, maar is over de hele wereld zo. Alle mensen krijgen een naam. En die krijgen ze bij de geboorte. Dat is immens belangrijk. En waarom doen we dat? Hij gaf 6 redenen. De 2 vind ik de mooiste. Dat is ten eerste, zegt Jan, jij hoort erbij. Jij heet Jan. En de tweede reden is, jij bent anders dan Piet. En daar krijg je een andere naam. Onze naam maakt uit, geplakt op ons leven, geplakt op onze persoon, maakt uit dat wij uniek zijn. En zodanig uniek dat onze vader en moeder ons ontstellend lief hebben. En mooi is dit, de Heere God doet er ook aan mee. Want Gabriel komt in de droom bij Jozef. En dan zegt Jozef, schaam je nou niet om Maria tot je vrouw te nemen. Of eigenlijk staat er,
om je vrouw Maria tot je te nemen. Want wat in haar verwekt is, is uit de Heilige Geest, is uit God. En jij zult het de naam Jezus noemen. Want hij zal zijn volk verlossen van hun zonde. Wat een mededeling. In een corrupte wereld, waar Rome dacht dat ze de dienst zou uitmaken, zegt de Heere God, ik kom zelf en ik zal jullie verlossen van jullie zonde. Tegelijkertijd, Rome kon het gelijk schudden. Want diezelfde engel komt bij Maria en zegt, en jij Maria hebt genade gevonden in de ogen van God. Jij zult zwanger worden uit de Heilige Geest. De kracht van de Allerhoogste zal jou overschaduwen. En wat in jou verwekt zal zijn, is uit de Heilige Geest. En je zult het de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En zal de troon van zijn vader David bezetten. En aan zijn koningschap zal geen einde wezen. Hoe zo Rome. Gods plannen doorkruisen onze plan. En hij geeft er een naam aan. En dat mag naam hebben. Het eigenaardige is, je leest in de Bijbel nooit dat iemand een naam ontvangt. In onze vertalingen lees je dat wel, maar officieel staat het er niet. Er staat ook nooit, en zij gaven hem de naam, enzovoort. Er wordt niet de naam gegeven, er wordt een naam genoemd, er wordt een naam geroepen. In het Hebreeuws is dat het woordje kara, en in het Grieks is dat het woordje kaleo. En dat is heel belangrijk, want aan de hand van die beide woorden kom ik tot de slotsom, een naam wordt niet gegeven, een naam wordt geroepen. En zo doet God het ook. God zegt ook, tot Jozef en tot Maria, via Gabriel, en jij zult het de naam roepen, Jezus. Want, nou, eerlijk gezegd, de naam van Jezus, die genoemd wordt, zegt wellicht meer over God, dan over dat kind wat in de krib komt te liggen. Het kind wat Maria baart. Zo klein, dat de naam van Jezus zegt meer over wie God is, dan over wie dat kind is. En als het besneden moet worden, dan nemen ze het mee naar de tempel. Je krijgt dan die heerlijke ontmoeting met Simeon en Anna, waar wordt het kind besneden. En dan staat, zegt Lucas erbij, om te vertalen, daar ontving hij ook de naam Jezus. Nou, Jezus ontving niks. Hij heeft nog nooit dat ontvangen. Het enige wat hij ontving is smaadheid en hoop. En een kruis. Maar hij werd genoemd Jezus. Dit is alsof in de naamstelling, ter naamstelling, als zijn kruis lag opgesloten. Gij zult het de naam Jezus heten, want hij zal zijn volk verlossen van het zonde. Kruis. Kruisdragen. Tot zover. Want wat ik graag wil weten, en misschien u ook wel, waar komt dat naam noemen, waar komt dat naamgeven eigenlijk weg? Wie heeft dat bedacht? En de Bijbel geeft ons dat. En dat vind ik prachtig. In die afgelopen weken ontdekte ik dat weer eens even. En dan denk ik bij mezelf, Heere God, wat is dat heerlijk, wat is dat wonderlijk. En dan word je helemaal enthousiast. En dan heb je er al zin in om dat met elkaar en met anderen te delen. Wij lezen Genesis. Het kan ook anders. Want daar ligt de oorsprong van de naam. En wij lezen Genesis 4, vers 25 tot en met 5, vers 5. Ik hoop dat u een Bijbel bij u hebt. En anders moet u proberen op te slaan wat ik lees. Genesis 4, vers 25. En Adam had weer gemeenschap met zijn vrouw en zij baarde een zoon en gaf hem de naam Seth. Want, zeiden zij, God heeft mij een andere zoon gegeven in plaats van Adam. Hem immers heeft Kain gedood. En ook aan Seth werd een zoon geboren en hij noemde hem Enos. Toen begon men de naam des Heren aan te roepen. Dit
is het geslachtsregister van Adam. Ten dagen dat God Adam schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis Gods. Man en vrouw schiep hij hem. En hij zegende hen en noemde hen mens ten dagen dat zij geschapen werden. Toen Adam 130 jaar geleefd had, verwekte hij een zoon naar zijn gelijkenis, als zijn deel, en noemde hem Seth. En de dagen van Adam, nadat hij Seth verwekt had, waren 800 jaar en hij verwekte zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Adam, die hij geleefd heeft, 130 jaar en hij stierf. Toen Seth 105 jaar geleefd had, verwekte hij Enos. En Seth leefde nadat hij Enos had verwekt 807 jaar en hij verwekte zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Seth 912 jaar en hij stierf. Het vreselijkste, maar tegelijkertijd ook het mooiste, vinden we in dit kleine stukje gecombineerd. Heel mooi hoe je leest dat vanaf Genesis 5 vers 1 de Heere God de mens Adam noemt. Hij noemde hen mens Adam. En dat moet je je als volgt voorstellen. Even terug naar Genesis 2, waarin de Heere God de mens maakt. Uit stof van de aarde. Je ziet God daar bezig. Met dat stof, en dat is het kleinste bouwstofje wat van de aarde is. Sommigen vertalen dat met klei, dat is niet helemaal juist. Maar dat maakt niet zoveel uit. God is bezig en hij vormt de mens, dat staat. Daar staat niet, hij schiep de mens, dat staat in Genesis 1. Maar hier staat in Genesis 2, hij vormde de mens. En je ziet God bezig. En dan plaatst God als het ware zijn neus op de neus van de mens. En hij blaast er de levensadem in. En ik las bij een Bijbelcommentaar vol schrik. Dat woordje blazen, dat is zo'n krachtig woord, dat er eigenlijk staat een plof, een explosie. Zo blaasde God zijn eigen levensadem in de mens. Zoals wij bijvoorbeeld kunnen niezen, dat is één keer een grote explosie. Eén woord mist eruit. Maar zo blies God zijn levensadem in de mens. En dan komt het, en hij noemde de mens Adam. Hij riep de mens Adam. Hij had de levensadem erin geblazen en hij zei, Adam! Zo ging dat. Ik heb wat ik heb gemaakt, een naam genoemd. En ik heb hem geroepen. Wat betekent dat, lieve mensen? Dat betekent, broeders en zusters, communicatie. Niet gelijk opdracht. Maar toen de Heere God zei, Adam, zei hij, ik heb je lief, want je bent van mij. Dat is, je draagt mijn kenmerk, je draagt mijn leven, je draagt mijn adem, je zult tot zegen zijn. Dat kun je je toch wel voorstellen. God gaat echt niet op een of ander plakbord zeggen, nou, ik heb een mens gemaakt en ik noem hem Adam. Geen administratieve handelingen, nee, Adam, ik heb je lief. En weet je wat zo mooi is? Dat woordje Adam is direct verbonden aan de aarde. Want dat heet in het Hebreeuws Adama. En het is direct verbonden aan bloed, want dat is Daan. Daarom is Adam ook roodbloedige mens. Mens van God, die het leven van God in zich draagt. En God riep Adam. Schitterend vond ik dat. Prachtig. Maar het gaat niet goed. Na de opdracht in de tuin te hebben verzaakt, stuurt God ze de hof uit. Maar hij droeg nog steeds die naam. En het leven van God als een adem in zijn ziel. Zeker de dood had zijn intrede gedaan. Maar die naam
die zal hem als het ware redden. Want het naamgeven gaat door. Adam en Eva krijgen Kaïn en Abel. En wat opvalt, dat als ik dat lees, daar staat niet bij, en zij noemden hem Kaïn of Abel. Nee, staat er niet bij. Het is ook wat beschamend als je dat leest. Want bij Kaïn wordt gezegd, ik heb met des Heeren hulp een man gekregen. Eigenlijk staat er wat anders, maar daar gaan we nou niet op in. Dat is minder belangrijk. Dat is voor later. Na de zondeval hebben we gelezen in Genesis 4, vers 25. En de mens had opnieuw gemeenschap met zijn vrouw. En zij kregen Seth. En dan zegt Eva iets profetisch. Want, zegt ze, God heeft mij tot een ander zaad gesteld. God heeft mij tot een ander nakomelingschap gesteld. En weet je wat dat betekent? Dat betekent niet dat het ik voorop sta, zoals bij Kaïn, en er dus een moord gepleegd werd. Nee, God staat voorop. Alsof God zegt, jongens, ik ga deelnemen aan de geschiedenis, hoe beroerd die ook is. Want er volgt een geschiedenis die niet anders komt dan uit jullie ongehoorzaamheid, maar ik ga mee. Alsof hij zegt, ik ga voorop. Jullie kunnen in mijn schaduw lopen. Zeker meneer Hamilton, die zei haar heel iets moois op. En dat wil ik u niet onthouden. Hamilton, een uitlegger van Genesis, die zegt, het is alsof in Seth, Seth betekent vervangen, ik vervang Abel, zegt hij. Het is alsof in Seth de rol van God in de geschiedenis met die van de mens samenvat. En dat daarin de Heer de leiding neemt. Toen ging ik echt achterover zitten. Moest even nadenken. Want ik heb altijd, probeer altijd toch wel een controle even in te lassen. Ik ben zo handig en zo knap niet als de schrijvers van dergelijke boeken. Maar ik laat er wel even in mijn dier daar. Klopt dit allemaal? En ik dacht, klopt. Als ik alleen al kijk naar Matthäus en Lucas. Dat God mens wordt, een naam ontvangt, of naam genoemd krijgt. En zijn volk verlossen gaat van zijn zonde. Dan gaat hij toch vooraan. En hij zal de troon van zijn vader David nemen, dan gaat hij toch vooraan. Dan opent hij toch voor ons zijn koninkrijk. Dan is de zondeval en het leven waarin wij leven, lieve broeders en zusters, een interval. En niet meer. Het is wel ernstig wat we beleven, zeker ook in onze dagen. De spanningen in de wereld zijn om te snijden, maar echt waar. Het is slechts een interval, een gebeurtenis. Zeker om tranen van te schrijven. Want er vloeit bloed, het is onsterf. De oorlogen in deze tijd en de conflicten vermenigvuldigen zich. Tijdelijk terug las ik 90 conflicten. Dat is niet niks. Maar u moet blijven geloven, hieraan komt een einde. Want God zijn bedoeling is oneindig groter. Hij zal zitten op de troon van zijn vader David. En aan zijn koningschap zal geen einde komen. En wij noemen hem de Vredevorst. Daar gaan we voor. En God deelt vanaf dat begin, dat prille begin, de geschiedenis met ons. Met alles wat erbij hoort. En het mooie ervan is, je ziet dat ook voor het eerst in Genesis 2, als God Adam maakt, de naam van God verandert. Het is niet meer God Elohim, maar de Heere God, Yahweh Elohim. Yahweh betekent dan, ik ben erbij. Als hij de mens maakt, dan wil hij tegelijk met die mens opgaan, alsof hij zegt, dit is toch wel het heerlijkste wat ik gemaakt heb. Je zou bijna willen zeggen, God is er bijna jaloers. Maar hij is een schepper.
En hij gaat mee. Hij gaat met die mens mee. Het gaat mis, maar hij blijft meegaan. Hij blijft voorop lopen en ons schaduw schenken. Alsof Mozes met die naam van Jahwe wil zeggen. En als Enos geboren wordt, hebben we gelezen. Toen begon men de naam des Heeren aan te roepen. Mooi staat. Enos betekent, ik sterf. Of sterfelijke. Ik ga dood. Ik draag de dood vanaf mijn geboorte in mij. Vanaf de conceptie draag ik de dood in mij. Maar toen begon men de naam van de Heer aan te roepen. Je kunt zelfs nog vertalen met, toen begon men zich met de naam van de Heer te noemen. En waarom ook niet? Hij zou toch vooraan gaan? Hij is erbij. Alsof hij wil zeggen, er komt een dag, lieve mensen, dat jullie mij een naam zullen noemen. Daarom staat in Jesaja 7 ook, en de jonkvrouw zal zwanger worden en de zoon baren. En ze zal hem de naam noemen Emmanuel. God met ons. Wat een zegen. Maar ja, het is niet niks dat in Genesis 5 het refrein bij ieder die genoemd wordt, met vele zonen en dochteren, staat en hij stierf. En hij stierf. Dat staat ook bij ons leven. En natuurlijk, er staan prachtige gedenkstenen op de grafhoven, ook hier in Sneek. Daar zie je zo'n prachtige stenen, mooie klinkende namen en een prachtige teksten erop. De Heer is mijn herder en noem ze maar op. Maar het is een bewijs dat er een gestorven is. Dat eentje niet kon blijven leven. En dat geldt voor alle mensen. En omdat God voorop gaat in die geschiedenis van de mens, moet ook hij het omgaan. Hij is mens geworden. En je zult hem de naam Jezus geven. Want hij zal zijn volk verlossen van hun zonden. Het kruis staat voor hem klaar. Hij gaat niet aan de kant. Omdat hij ons schaduw geeft. Alsof hij zou willen zeggen, ben je blind, mijn vriend, Bartimeus? Geef mij jouw blinde oog. Dan krijg jij mijn zicht. En kun je alles zien. Ben je doof? Geef mij jouw dove oren. Dan geef ik jou mijn horende oren. Ben jij melaats? Geef mij jouw melaatsheid. Geef ik jou mijn reinheid. En zie jij het kruis? Lieve vriend, hier aan Klein Psalm 167. Zie jij het kruis staan, dan zegt Jezus tot je, dat is jou tot verlossing, mijn vriend, mijn vriendin. Ik ga voor. Jij mag lopen in mijn schaduw. Dan zie jij het graf, weet dan dat het jouw graf is, maar ik heb het geopend en ik leef en jij leeft. Door mij. Dat zit verbonden in de naam van Jezus. De naam die eigenlijk alweer klinkt als Adam en Eva hun set krijgen. God maakt de mens een ander mens. En uit die andere mens zal Jezus worden geboren. Tot verlossing en tot koningschap. Goed. Maar nou wel. Ik heet Walter, ik heet Farouk. Ik heet wie dan ook maar. Wat kunnen we met die naam nog verwachten? Iets wonderlijks, iets moois. Iets waar je echt warm en blij van wordt. Want denk nou eens aan die geboortenaam van jezelf. Die je bij je ouders kreeg, misschien bij je als kind gedoopt. En werd die naam genoemd. Misschien werd je opgedragen. Maar bij het noemen van die naam werd ook gezegd in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest klonk jouw naam.
Want God blijft voorgaan. Jezus blijft voorgaan. Hij blijft jou in zijn schaduw gevangen houden. En jouw naam blijft. Ja, maar er staat toch in de Bijbel. En je zult een witte steen krijgen. Openbaring 2. En op die steen een nieuwe naam. Met andere woorden, die oude naam die kan er wel af. Dan moet je gewoon even doorlezen. Weet je wat daar staat? Daar staat, wie overwint zal bekleed worden met witte klederen. En ik zal zijn naam, lees er maar tussen, zijn eigen naam niet uitwissen uit het boek des levens. En ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en zijn heilige engelen. Het wordt gezegd hoor. Schrik. Er wordt de naam van Sief genoemd. Voor de vader. Voor de heilige engel. Het is toch geweldig. Daar staat hij. En ik geloof het zoals het er staat. En alsof het niet genoeg is, zegt God. En ik zal ook nog een keer op jou schrijven. De naam van mijn God. En de naam van de stad van mijn God. En mijn nieuwe naam. Een naam die hij geërfd heeft boven de engelen. Engelen die dienaren zijn voor ons. En hier aanwezig zijn en de Heere God aanbidden. En de Heere Jezus aanbidden. Samen met ons. Je naam mag er zijn. Want hij is gevangen in die van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Lieve broeders, zusters, dit verhaal. Niet omdat ik het gegeven heb. Maar dit weten uit Gods woord. Dat bemoedigt je. Dat versterkt je. Dat geeft je nieuwe kracht om Advent te schrijven echt met hoofdletters. Om Jezus te verwachten. Om straks wanneer hij komt je naam genoemd te horen. En dan naar zijn mond te horen, waar wij allen bij hem staan. Zie hier ik en de kinderen die God mij heeft gegeven. Geen goud, geen werken, gewoon jijzelf. Wat een zegen ontvangen wij altijd weer met Advent, lieve broeders en zusters. Wat een zegen ontvangen we van Jezus zelf. Hij gaat vooraan, hij geeft ons schaduw. En liefde om straks ongeschonden het koninkrijk van God in te gaan. En de gemeenschap te varen die daar is. Met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. In de kracht van de Heilige Geest. Amen. Amen. Ik zou graag een mooi lied willen zingen. Daar luister aan te horen. Thank you.
gevraagd. En ik wil even vragen, omdat ik dus iets al weet van Anja, hoe zijn de namen van hen die ziek zijn? Joke. Joke. Nena. Nena. En Geert. Geert. Elsie. Corona. Ja, Joke en Nena zijn echt ziek. Maar Geert is heel erg ziek. En hoge koorts? Ja, 40 graden. Zijn er meer gebedsverzoeken? En mijn vriendin had ik niet even misgaan, maar Danielle. Danielle. Zijn er meer gebedsverzoeken? Ja, ik wil graag voor mijn kinderen. Kinderen aan lijden. Ja. Dat ze de Heer mogen kennen, bedoel je? Ja, ik ken ze al, maar het gaat ook niet zo heel goed. Zijn er meer gebedsverzoeken? Ik word er meteen genezen. Wat zeg je? Ik word er meteen genezen. Teken. Ik word er meteen genezen. Wie geneest? Piet heeft genezen. Kan best zijn dat u een gebedsonderwerp of iets van die naam van jezelf niet wilt noemen. Hoeft ook niet. Je kunt straks toch altijd bij iemand van de oudsten bij mij komen, dat we samen met u zullen bidden. Laten we bidden en danken. Heere God, onze Vader in de hemel. We hebben vanmorgen gehoord dat u in de geschiedenis van de mensen voorop gaat. Om hen die u zo dierbaar hebt gemaakt, die u uw eigen leven hebt gegeven, in de schaduw te stellen. Hij niet aan de krochten van het kwaad en aan de kwaadheid van de duivel te laten ten onder gaan. Heer God, de mensen zijn uw schepselen en u hebt ze lief, ontegenzeggelijk lief. Daarom wilt u mens worden en voor onze schuld en zonde boeten en lijden. Maar u hebt de overwonnen. En daarom is ons eerste gebed, nadat wij u willen dankzeggen en loven en prijzen om het heerlijke wat we vanmorgen ook weer in u hebben mogen ontmoeten, Vader. Willen we bidden voor de prediking van het evangelie. Dat mensen nog tot Jezus kunnen komen om de verlossing deelachtig te worden. Want zonder hem is alles koud en donker. En zal het voor eeuwig koud en donker blijven. En mensen die de eeuwigheid zo willen doorbrengen en moeten doorbrengen, zullen nooit weer die naam van Jezus zich kunnen herinneren. O God, wat is dat er? Daarom willen we bidden. Willen aan hen die het evangelie brengen, kracht en inspiratie geven. En aan hen die het horen, een ootmoedig hart, een ontvankelijk hart. Om aan te nemen dat eeuwige leven, die eeuwige schaduw van de Almachtige. Heere God, wil zegenen en zo dat woord van die genade, van uw genade, tot vrucht laten komen. Voorts willen we bidden voor onszelf. Dat wij in deze tijd staande zullen blijven. Dat in ons leven het advent geschreven wordt met hoofdletters. Vader, ik had vroeger een oom die zei, je moet leven alsof je 100 wordt. Maar je moet je elke dag weg kunnen. Heer, geef dat zo op ons leven mag zijn. Als een waar advent in de verwachting van Jezus te zien. Heere God, dan mogen wij u eren. Als we dat zo doen, help ons daarbij door uw geest en door uw woord. Leer ons begeerig worden naar uw woord. Leer ons zoeken naar uw woord. Leer ons uw woord in onze ziel en ons hart op te bergen. We willen ook bidden, Heer. Want het is een moeilijke tijd. Een tijd van ziek zijn. Een tijd van strijd. Hoe komen we hier door? Een tijd van zelfs een aanstaande lockdown. Heer God, geef wijsheid. We hebben ervoor gebeden aan de overheden. Die hiermee te maken hebben. Geef toch
dat ze uiteindelijk toch u gaan zoeken. Heer God, opdat ook ons volk van Nederland weer in de schaduw van de Allerhoogste mag komen. Door een overheid die de wijsheid biedt en verwacht van God. Vergeef waar we zo ongelovig zijn geworden. En schenk genade aan allen die besturen moeten. Heer God, we willen bidden om voor die slachtoffer worden van corona. We hebben een paar namen. Joke, Nena en Geer. Heer, het zijn namen die ook in de schaduw van de Allerhoogste mogen staan. Joke, Nena, Geer. Heere God, wij willen hen zegenen. Strek gij uw hand genezend uit, bemoedigend en versterkend. En laat hen ontdekken dat er maar één God is. Heer van leven en dood. Daarin leggen wij Joke en Nena en Geer in uw handen. Vader, we bidden voor Danielle. Hij heeft een miskraam gehad, wat een teleurstelling. Heer God, geef toch dat bij wat er ook ervaren wordt, dat ene kind, dat Jezus kind, dat dat bemoediging, salving, en we hebben het gezongen, die naam die onze smarten draagt, de naam die bemoediging in onze ziel geeft. Heer God, dat Danielle dat ook mag ervaren en help haar door de teleurstelling heen. We willen ook voor Piet bidden, mijn broeder. Hij heeft last van zijn tenen, Heer. Heere God, wij willen in de kracht van Jezus genade onze handen leggen in de geest op Piet. Opdat de pijn verdwijnt. In Jezus' naam. Vader, we danken u dat we het zo mogen doen. En als er mensen zijn hier aanwezig in de zaal, die gebed behoeven, maar dat niet durven zeggen, Heer, geef dan dat ze straks naar de dienst komen. Omdat we samen delen wat de zorgen zijn. En samen tot Jezus mogen gaan. Vader, we danken u in de machtige naam van Jezus. Amen. 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 Mogen we de zegen eerst delen of moeten we gaan eerst zeggen? Eerst een lied. Het volgende lied dat we gaan zingen is Jezus, Jezus, heilige gezalfde Heer. Jezus, opgestaan, verhoogd als Heer. Jezus.
Wat mooi dat we allemaal de naam van de Heere Jezus mogen dragen. We hebben van hem gezongen. En de Heere God zegt tot ons, daarom, de Heer zegent u. En hij behoedt je. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten. En hij is je genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over je. En hij geeft je zijn vrede. In de naam van de Vader. En de Zoon. En de Heilige Geest. Om Jezus. Amen. Amen. Het lied waar we mee gaan afsluiten is geen andere naam dan de naam van Jezus. Geen andere naam dan de naam van de Heer. Bij me en ik
heb dus gezwel in mijn schildklier en heb de laatste tijd heel veel pijn aan. En toen hebben we er samen voor gebeden. Ze heeft de hand erop gelegd en de pijn is weg. Amen. Amen. Vader, Heere God, we danken u. Er is altijd tijd om te bidden. Want de tijd is een gelegen tijd. En Heer, we danken u dat we voor Aleida mogen bidden. En Heer, danken dat u de pijn in de schildklier hebt weggenomen. We danken u ook voor Dora, die dienst aan Aleida mocht verrichten. En bidden ook voor Dora, u kent ook haar omstandigheden. We hebben haar lief, Heer. Amen. En we leggen ook haar en haar kinderen en de moeilijkheden en de opvoeding die dat met zich meebrengt, ook in graag in Jezus hand. En Vader, we willen bidden voor de kinderen van Aleida. Aleida heeft het daar niet makkelijk mee. Maar wij leggen ze in uw hand, Vader. Leid hen wegen. Geef dat ze ook zelf, ook samen met ons, straks die machtige stem van Jezus horen. Zie hier ik. En de kinderen die God mij gegeven heeft, daar zijn ook de kinderen van Aleida bij. Leid haar zo en leid hen zo op uw wegen van zegen. In Jezus' naam. Amen. Amen. Zometeen wordt de koffie wordt weer opgegeven. Okay. Ja, zometeen wordt de koffie weer langsgebracht. Dus ik wil je vragen gewoon om wel een beetje op afstand van elkaar te blijven. Maar je mag wel... die stoel schuiven dat je met elkaar kan praten. En op het eind hebben wij een mooi matje staan, dus als jullie iets kunnen missen. En het spaarvak voor de kinderclub inderdaad. Dus ook de kinderclub is er heel blij mee als jullie iets kunnen missen. En voor de rest wensen we jullie een fijne en gezegende zondag. Dank je wel. Nu heb je hem weer, hè? Want je mag op zondag helemaal geen handel doen, maar... even tussen de bazen van de wet toe. Dat is een goed doel. Ik sta hier met een grote bundel kerst- en nieuwjaarskaarten. Deze worden verkocht namelijk voor de slachtoffers van de verschrikkelijke oorlog in Armenië. We hebben destijds een actie gehouden met lekkere hapjes. Maar dit is ook iets wat misschien wat blijvender is. Hè? En die je ook met anderen kunt delen. Deze kaarten... zijn verschillende, die kosten 1 euro per stuk. Als je 4 koopt, moet je 5 betalen. Ja, mooi. Ik ga niet controleren of je echt een euro hier neerlegt. Ik leg de kaarten hier op de piano. Neem zoveel als je wil. En in alle vertrouwen, ook namens dank, namens de slachtoffers van de oorlog in Armenië. En deel deze geweldige boodschap van kerst en nieuwjaar op deze manier met elkaar. Hier liggen ze, 1 euro per stuk. Er is geen korting, maar je wel een weergever. Waar kan dat geld in? Waar kan dat geld in? Hier is een weergever. Het gaat om de 7 lang.